mogen klappen. Zij is namelijk ook 50 plus. Ja. Anders kon ze natuurlijk nooit mijn moeder zijn. En wie een beetje kan rekenen, weet natuurlijk dat het helemaal niet zo is. Maar het maakt verder allemaal helemaal niks uit. Het klinkt altijd zo leuk. Wij staan hier vandaag. Ik vond het applaus eigenlijk wel leuk. Doe nog maar een keer. Dat is allemaal voor Patty natuurlijk, maar goed, het klinkt zo heerlijk als je hier staat. Zal ik even in het licht gaan staan? Ja, ook leuk. Wij staan hier vandaag namelijk omdat ik een keer contact had met René. Die kennen jullie allemaal? Allemaal knikken, lachen en ook al weet je niet hoe het is. Gewoon, ja, oh ja, René, wauw. Nee, grapje. Ik had een keer contact met René via Facebook. Wat dat betreft is het een geweldig medium, want je ontmoet mensen die je helemaal niet kent. René en ik raakten in gesprek. En zo kwam het gesprek op jullie soos. Op hun soos eigenlijk. Elke maand doen zij een roze soos voor iedereen die hier toevallig binnen is komen vallen. En ook binnenkort bijna 50 is, hoor Patrice. En toen hoorde ik inderdaad dat zij dit organiseren, dat zij dit vrijwillig doen. En zonder subsidies, dus daarvoor sowieso een nog veel harder applaus. En dat deed eigenlijk... Klaar. En dat deed... Ja, alles sta ik zo in de luchtledige te praten. En dat deed ons besluiten, mij eigenlijk. En ik heb gewoon de rest opgetrommeld. Mijn moeder krijg je er altijd gratis bij. Mijn vriendin, dat kost eerst iets meer moeite. Zij had vrij. Zij was terug uit Nice. Oh, Nice. Dus het kon. Mijn favoriete bingo-assistente is er. Toevallig door zo'n Facebook-medium komen er dan gelijk nog allemaal andere mensen. Als jullie denken, wat is het hier belachelijk druk deze week. Volgende maand is gewoon weer rustig. Heb je gewoon weer ruimte voor die rollators en dat maakt allemaal niet uit. En kijk uit met die krukken als ik dadelijk voorbij kom. Hè? Ja, ik zag je er al gevaarlijk mee zwaaien. Ja, ik hou dat soort dingen haarscherp in de gaten. Dus voor jullie, maar zeker ook voor de fantastische vrijwilligers van Dienstencentrum Copernicus. Wijk en Dienstencentrum Copernicus, zeg ik het zo goed? Het wordt allemaal gefilmd, er worden foto's gemaakt. Dadelijk komen we leuk als jullie de prijs bestellen even met jullie op de foto. Die foto's komen allemaal... Ja, zijn 50 plus. Nou, er bestaat een computer en dan kun je... Nee, sorry. En we laten ze afdrukken bij de HEMA. Nee, ze worden allemaal gewoon lekker digitaal gezet. Dan kun je ze online... Zet hem nou wat harder, ik hoor je hier piepen. Dan kun je hem online, kun je de foto's bekijken. Je kan er eventueel zelf eentje... Zit hij nou achter tevoren of niet? Oh, nee. Kun je ze online bekijken, kun je ze uitprinten, kun je er nog jaren over gillen. Ik loop dadelijk een rondje bij allemaal, want we zijn heel benieuwd hoe dat nou voelt, 50 plus. Ik ben er bang voor, het duurt nog jaren, maar ik ben er toch wel een beetje bang voor. Mijn man nog veel banger, die is veel jonger, dus wat dat betreft, als er iemand in deze naastje komt, die er heel jong uitziet, hij heeft een oude geest, hij is bang om oud te worden. Zijn naam is...